Voor een tweede keer in korte tijd moeten campings aan de Waal ontruimd worden. Ook bij camping De Grote Altena hebben gasten vandaag hun spullen gepakt. De voorspelling is dat het water morgen nog hoger komt te staan dan een aantal weken geleden. Vandaag zijn de meeste campinggasten van De Grote Altena geëvacueerd. Morgen moet de camping echt leeg zijn, want dan komt het hoge water. In totaal hebben zo'n 130 mensen hun spullen gepakt. Slecht nieuws voor de camping dus, en dat al voor de tweede keer in korte tijd. Wij staan nu op het hogere gedeelte. Als je daar naar beneden kijkt, dan loopt het net tegen de rand aan hier. De laatste keer was het niet zo erg als nu. Dan hoefde ik alleen maar het achterste gedeelte van de camping te evacueren. En nu moet ik echt wel het grote gedeelte van de camping evacueren. Dus iets ander verhaal. Ook voor de campinggasten is het even schrikken dat het water zo hoog komt te staan. Nou, dit is de eerste keer dat we moeten vertrekken. Vorige keer was het heel... Maar toen konden we toch net blijven staan. Toen stond het water hier tot aan de rand. Maar toen was het al een beetje paniek bijna. Ja. En nu verwachten ze nog weer meer. Hè? Dus wij gaan inpakken en weg. Ja, het is jammer. Iedereen is heel rustig en iedereen vertrekt op zijn tijd. En het is een beetje onzeker. Kan je hier wel of niet blijven staan op dit hoge stukje? Maar ik heb het risico niet genomen. We gaan toch maar inpakken. Ja, we zijn hier maandag gekomen en toen hoorden wij plotsklaps dat wij donderdag in de loop van de dag weer weg moesten vanwege het hoge water. Dat was even helemaal nieuw voor ons. Dus. Sommige gasten kiezen ervoor om een hoger plekje te zoeken. Anderen nemen het zekere voor het onzekere en vertrekken helemaal. Gelukkig is iedereen op tijd gewaarschuwd en kunnen ze rustig inpakken. Waarschuwen mensen altijd ruimschoots van tevoren. Dus ik ben zondag al een ronde gaan doen, maandag een ronde gaan doen. We zijn gaan bellen en dan mensen genoeg tijd om rustig in te pakken. En de vakantie te onderbreken. Mijn vrouw zat er eerst wel wat over in. Wat komt die s'nachts? Maar het water dat gaat in een dag of 3-4 gaat dat naar een hoger punt toe. Dus het is geen tsunami die wij hier verwachten. Dus, we hebben ruim de tijd om op ons gemak te kunnen vertrekken. Dus er is geen paniek en je ziet ook iedereen rustig de spullen inpakken. Sommigen die blijven hier, die gaan helemaal achter op de berg staan. En de anderen gaan naar huis of naar een andere camping.